zondagmorgen 20 september kwam even voor 8 uur bij de brandweer van Maartensdijk een melding dat er iets smulde in een houten gebouw van het Groenhorst College. 10 minuten later sloegen de vlammen hoog uit het bijgebouw, waar mogelijk een golfplaten asbestdak op ligt. De brandweerwagens konden niet makkelijk in de buurt komen van het gebouw dat achter de kassen ligt. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar bluste flink na om te voorkomen dat de brand zou terugkeren.